Er gebeurt iets moois in de havengebieden van Meppel, Kampen en Zwolle. We vernieuwen op het gebied van bouw, landbouw, energie en logistiek. Samen ondernemen we circulair. Nou, welkom bij Hoepen Metalen en Hoepen RDM. Twee bedrijven op één terrein. Hoepen Metalen is een ijzeren en een schroothandel. Deze ontvangt ijzer en metalen in allerlei soorten. We hebben een aantal verschillende soorten bulten hier om ons heen. De verschillende kwaliteiten. De grootste bult, ja, dat is het ijzer wat echt overal vandaan komt. En dat proberen wij op fractie te krijgen zodat het nieuwe ijzer een duurzame boost te geven. Maar hier zitten schepen en stukken gebouwen in. Als je goed kijkt zul je misschien stukken van het ijzer herkennen. Dit komt bijvoorbeeld uit de fabriekshal. Dit zijn gordingen waar de daken op liggen. Maar je ziet hier wel, hier zit geen vervuiling meer in. Dit gaat allemaal naar Tata. Dit is echt een hoge kwaliteit ijzer. Nou ja, goed, dit zijn viskotters die vanuit de saneringsregeling verplicht zijn tot sloop. Je zou het casco nog wel kunnen hergebruiken, maar ja, helaas zit die sloopplicht erop. Dus een stukje terugbrengen als bruikbaar, dat zit er gewoon niet in. Dat lukt gewoon niet, dat mag niet. Metalen worden ook allemaal apart gescheiden, apart afgevoerd. Het ijzer, het andere afval, dat gaat naar onze buurman. Of het wordt gestort. Eén van de twee. Maar wel zo ongeveer 97% tot 98% proberen wij een nuttige toepassing te geven, zoals dat heet. Hier zijn we op de scheepsloperij. Hier ontmantelen wij alle schepen die sloopwaardig zijn. En in dit geval ook niet sloopwaardig zijn. Zo'n schip als dit weegt 250 ton. Die zetten wij met de bok op de kade. Die kan 400 ton tillen. Dan knipt een van onze knipt hem kapot. Die maakt daar grote kniplappen van. Die gooit hij opzij. Als dat schoon is, wordt dat zo opgeladen en gaat dat naar de schaar. Is het vervuild, gaat het verder naar de volgende afdeling. Daar wordt met de kraan het grove eruit gezocht. Het vuil blijft liggen. En de metalen worden met de hand ook deels, wat niet met de kraan kan, eruit gehaald, in allerlei verschillende bakjes neergelegd. En al het andere is afval, dat gaat naar de buurman. Die sorteert dat weer verder uit. Echt een vak mensen die weten, wat gebeurt er nou? Hoe maak je nou iets? Hoe creëer je nou iets? Je kunt wel alles op de tekentafel willen bedenken. Maar als je niet weet hoe het werkt, dan heb je die verbeelding heb je niet. En dan kun je het ook eigenlijk niet uitvoerbaar maken. Het is heel lastig om goede mensen te krijgen die kunnen werken met hun handen en daarbij praktisch na kunnen denken. Als ik kijk naar technisch opgeleid personeel, ja, die opleidingen lopen helemaal leeg. En gelukkig zie ik in een paar delen van het land dat toch ook mensen die eigenlijk meer kunnen, toch kiezen voor een vak. Dat vind ik mooi om te zien, dat toch een klein beetje gaat gebeuren.